Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we twee extra spreads maken voor in onze bullet journal. En deze zijn een beetje goal-oriented slash productiviteit-oriented. Qua kleuren die ik persoonlijk toepas hier zijn drie verschillende groentinten van de Creola Super Tips. En dat heeft gewoon puur te maken met ik heb heel veel extra spreads gemaakt binnen die kleuren. Dus ik hou van zeg maar om alles enigszins in chrome te houden binnen een journal. En het allereerst wat ik hier doe is onder elke titel van de pagina een lijntje zetten. Zodat eigenlijk daar wat pop of color eigenlijk is. En dit is een future board. Allereerst doe ik hier aan de zijkant dus de titel future board neerzetten. Ik doe hier iets speelser omgaan met de kleuren. Ik doe deze om en om afwisselen bij de letters. En deze doe ik eerst in het groot in blokletters. En deze letters zijn 1,5 centimeter hoog. En daarna doe ik door middel van een zwarte fine liner in meer calligrafie stijl future board er doorheen schrijven. En dat is de titel. Daarmee klaar. Dit is een spread die heel erg simpel is. Maar ik denk dat heel veel mensen hier stiekem iets aan kunnen hebben in de zin van je doelen behalen. Je gaat deze pagina opdelen in 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar en voor ik doodga. En ja, ik weet dat die laatste klinkt heel erg cru, maar die is niet zo bedoeld. Het is meer van daar ga ik de dingen neerzetten die niet per se een tijdlimiet hebben op korte termijn of op een korter termijn. Maar dat ik hoe dan ook een keer gedaan wil hebben of wil hebben bereikt. Voordat ik dus ja, doodga, voordat ik met pensioen ga. Met het hoe je het wil doen. Je kunt het ook anders benoemen. Hè? Maar ik vond de titel vond ik in dit geval wel toepasselijk. En in deze pagina doe je gewoon letterlijk bijhouden. Wat je nog wil doen voor die tijd. En dat zijn dan de doelen waar je naartoe kunt streven. Natuurlijk, we hebben al eens vaker een goals. Een jaar goals spread gemaakt. Maar dat is altijd heel erg gelimiteerd. Dat zit meestal alleen maar in je hoofd en je probeert dan alleen maar dingen te doen dat echt alleen maar haalbaar zijn binnen een jaar en je denkt daardoor vaak niet na overige plannen en ik hoop dat zo'n spread mij helpt, maar ook jullie daarbij gaat helpen. Het is namelijk goed voor jezelf om een doel te hebben of doelen te hebben om ergens naartoe te streven en je kunt er alle kanten mee op. Mijn doel is binnen 5 jaar bijvoorbeeld, in plaats van in het appartement, inmiddels in een heel woonhuis te zitten. Ik had het liever eerder gewild, ik ben hier al een tijdje mee bezig, maar gezien de omstandigheden, huismarkt en dergelijke, is dat tot op heden gewoon nog niet gelukt. Dus dit is een doel dat ik voor mezelf wil stellen om binnen 5 jaar te behalen en dat ik daar dan ook naartoe kan streven. En hou ook rekening mee dat je doelen die je stelt voor jezelf ook haalbaar zijn natuurlijk. Maar bijvoorbeeld een ander doel die je kunt hebben is dat je binnen 6 maanden een promotie wil hebben gemaakt op je werk. Of dat je binnen 6 jaar een nieuwe taal wil hebben geleerd. Je kunt hier alle kanten mee op. En ik denk gewoon dat het hebben van zo'n overzicht en een pagina waar je steeds naar terug kan kijken en die je ook steeds over kan zetten naar je volgende journal, je extra motivatie hopelijk gaat geven om er ook echt daadwerkelijk mee bezig te zijn. En niet net als elk goede voornemen die we allemaal hebben in januari, dat die in februari alweer weg zijn. Hè? Dat gebeurt. Laten we eerlijk zijn. Hè? Dat gebeurt. Is er al heel simpel, maar ik denk dat het wel heel leuk is om een spread te hebben. De volgende pagina is een soort time schedule. En dit is weer puur om de productiviteit te bevorderen. Laat ik me eerst even uitleggen hoe ik de pagina precies heb opgedeeld in maatvoeringen. En dan ga ik verder over wat het idee is van deze pagina. Ik heb per dag heb ik een vakje van 3 centimeter breed uitgelijnd. En een vakje voor de tijd is ook precies 3 centimeter. Dit houdt in dat langs de 4 vakken per pagina 1 centimeter aan de linker of juist aan de rechterkant vrij is van de pagina. En vanaf boven gezien heb ik 3,5 centimeter vrijgehouden. En dat is voor de titel en de dagen van de week neer te zetten. Dit is een
tijdoverzicht, die in mijn geval die heb ingesteld van 6 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds. In het weekend ben je vaak namelijk wat langer bezig, laten we eerlijk zijn. En het vroegste wat ik op ben, is door de week voor mij 6 uur. Om dit te kunnen creëren op mijn pagina heb ik daardoor deze extra Dutch Doors moeten toevoegen. En die van mij zijn in totaal 5,5 centimeter lang. En dat is om het in het geheel te creëren. Want ik heb expres de tijd opgedeeld van 1 uur per centimeter. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om 1 uur per halve centimeter te doen. En op die manier past het allemaal wel op één pagina. Net wat voor jou het beste werkt. Qua opzetten zelf gebruik ik gewoon een simpele zwarte fineliner. Mensen die me langer volgen weten daar vanaf. Ik ben wel van de zwarte fineliner, jongens. Ik hou daarvan. En het idee hierbij is dat je eigenlijk zeg maar je gehele week uit doet schrijven of uit doet invullen door middel van kleurtjes. Dat is namelijk hier aan de rechterkant wat we extra gaan toevoegen qua Dutch Door. En dat is om je goals voor dit kwartaal neer te zetten. En dat Dutch Door'tje is 6 centimeter breed. En ook een legenda op te stellen voor de kleuren die je toepast op de pagina. Ik noem deze dus de Q4. En dit heeft te maken met kwartaal 4. En dat heeft goed puur te maken. We zitten nu halverwege september. Oktober komt eraan. En oktober, november, december is toevallig precies een kwartaal. Plus, laten we eerlijk zijn, jouw eigen tijdindeling van de gehele week verandert meestal ongeveer ook per kwartaal. Door hobby's, door sporten, door weet ik het wat allemaal, dat het aanpast steeds. En daarom denk ik dat door deze pagina echt per 3 maanden toe te passen, dit een duidelijk overzicht geeft voor jezelf. En ook duidelijk geeft waar jouw vlakken zijn, waar je extra tijd hebt om aan bepaalde doelen te werken of bepaalde tijd creëren voor jezelf. Dan is het nu tijd om het daadwerkelijk in te vullen. Allereerst heb ik hier een kleur gepakt voor werk en dat is puur alleen om aan te geven welke tijdvlakken ik geheel, dus als het ware niet beschikbaar ben of al onder de pannen met netgroei veel bekijken en daardoor niet iets van mijn doelen voor aankomend kwartaal kan doen. In mijn geval is het zo, ik ben op werk van 8 tot 5 en daartussenin heb ik een lunchpauze. Dat is hetgene wat je hier nou nog wit ziet. En dat houdt in dat ik in die blokken niks voor mezelf kan doen. Overigens doe ik hierboven nog deze dagen van de week stickers toevoegen. Ik vind het altijd er net iets chiquer uitzien met stickers in plaats van zelf schrijven. Ik kan er niks aan doen. Ik hou daarvan, wel stickers. Nou heb ik het geheel even off-camera ingekleurd. En nou zal ik even met jullie doornemen wat het idee en de gedachtegang hier eigenlijk achter is. Zoals je ziet, ik heb sowieso het werk is nou helemaal ingekleurd. Het geeft me een duidelijk overzicht van wat eigenlijk echt niet kan. Ik heb hier ook ingevuld wanneer ik bezig ben met ontbijt, lunch, avondeten. Laat eerlijk zijn, met koken en allebei heb ik daar tijd. En dit valt ook enigszins samen met de hond uitlaten. Dus er zijn ook vakken dat ik geen tijd heb om iets van mijn doelen extra te behalen. Daarnaast heb ik persoonlijk nog toegevoegd dingen zoals huishouden. Iedereen moet dingen in en om het huis doen. Dus daarvoor heb ik ook deze vak hier toegevoegd. Allereerst hier op de zaterdagochtend. En dan nog 2 keer in de avonduren. 1 keer op woensdag, 1 keer op vrijdag. Om het een en ander in en om het huis weg te werken. Dat ik hier rekening mee hou. En dat is daardoor ook deze vakken niet beschikbaar zijn. Dan heb ik nog een vakje voor te relaxen. Daar moet je natuurlijk ook mee rekening houden. En daar heb ik nou dus de zaterdag en de donderdag en dinsdagavond voor vrijgehouden. Zodat ik daar in ieder geval echt alleen maar bezig ben met relaxen. En dit kan eventueel ook samengaan met een van je goals. Een van de goals die ik bijvoorbeeld heb is dat ik veel meer bezig wil zijn met self-care. En niet te veel stress als het ware om meer te ontstressen. En daar kunnen deze tijdsvakken ook zeker voor worden gebruikt. Verder heb ik wat YouTube dingen ook ingevuld. Maar het geeft gewoon een heel duidelijk zicht op wanneer je wel of niet tijd hebt. Zoals je ziet, ik heb hier nog niet alles ingevuld. Maar daardoor heb je een beter zicht op jouw eigen tijdsindeling. En ook meer zicht op wanneer je wel of niet je doelen nog extra tijd voor kunt vrijmaken.
twee hele simpele spreads. Allereerst dus de future board en daarna je kwartaal tijdsplanning. Maar hoe simpel ze ook zijn, hopelijk helpen ze bij het behouden van je doelen in de gaten houden en je daarbij productiviteit ervan. Dat was het in ieder geval weer voor deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, vooral abonneren op mijn kanaal. Hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!